En Jean-Marie, hoe loopt de campagne? Goed, maar hectisch. Vermoeiend. Ja, vermoeiend. Ook markten bezoeken, cafés. Ik zie nu niet veel op televisie. Ik zie ook niet op tv, om eerlijk te zijn. Ja, dat is waar. Ik heb zo het gevoel dat we geboycott worden. Hoe zou dat komen? Boah, ik denk dat ze nogal angst hebben van ons programma. Hebben wij een programma? Wel, wij willen nu eindelijk een keer doen wat de anderen al 40 jaar beloven. En dat is heel veel. Denk maar bijvoorbeeld in ons programma staat een gelijk pensioen voor de zelfstandigen als voor de werknemers, gelijk kindergeld voor de kinderen van de zelfstandigen als de werknemers. Mm-hmm. En zelfs iets nieuws, ouderschapsverlof. En wat is dat? Als jij bijvoorbeeld voor je ouders zorgt en ze thuis binnenpakt, dan krijg je een soort kindergeld om voor je ouders te zorgen. Ah, dus ik mag thuis blijven? Jij blijft zeker niet thuis. Jij gaat naar het parlement en je bent te jong. Jij moet gaan werken. En dat is het dan? Nee, dat is het niet, want door het feit dat jij gaat werken heb ik een fantastische oplossing. Wij gaan de netto-weddes verhogen. Wij zeggen dat u niet meer de helft van uw inkomen aan de staat moet afgeven, maar dat er maximum 30% belastingen moet betaald worden. En dat is de vlaktax, dat is een tax die gelijk is voor iedereen. Dat is tenminste de sociale gelijkheid. Oké, minder belastingen, tof. En wie gaat dan de staat nog betalen? Als jij nu een keer een derde van uw inkomen afgeeft aan de staat, Jurgen, denk ik dat zij moeten zaaien naar de zak en dat ze daarmee moeten toekomen. Dus hun budget beter moeten doen. Maar ja, we hebben nog fijne ideetjes, hoor. Ja? Ja. Zoals? Wel, wij lopen niet mee in de klimaathysterie. Dus wij gaan onze kerncentrales niet sluiten. Als we de kerncentrales sluiten, verhoogt de elektriciteitsprijs met 60% en krijgen we nog 20% meer luchtvervuiling. Dus wat zeggen wij? Wij gaan onze oude schoenen niet weggooien voor alleen dat we nieuwe hebben. Wij investeren wel in groene energie en in windmolens en in zonne-energie, geen probleem. Maar de elektriciteitsboeren, dat is Suez en Electrabel, die de investering gaan betalen. Want als we de kerncentrales 20 jaar langer openhouden, hebben we tot 55 miljard euro dat we kunnen investeren in groene energie, zodanig dat we daar ook geen nieuwe belastingen moeten heffen. Dus Lijst de Dekker is minder belastingen, meer geld voor mij, gezondere lucht en goedkope stroom. Klopt, wat moet je nog meer hebben? Ah. Surfen we naar www.lijstedekker.com? Daar staat alles op, een uitgebreid programma. En veel meer, hè. Veel meer dan wat we hier nu de tijd krijgen om dat te zeggen, natuurlijk. Sterk. Ja.